sprak. En ja, dat zet je ook in die dagen dan de overburgemeester toch rond. En voor het gemak kwam hij toch ook maar één keer binnen. En wat voor intenties hij heeft, dat weet ik natuurlijk nog niet, maar ik denk dat het goed is als ik hem maar het woord geef. Dames en heren, beste Jeremy, het is mij een groot genoegen om hier vandaag te mogen zijn bij de viering van dit prachtige jubileum. Een jubileum dat groots gevierd wordt. Dat blijkt uit de opkomst in deze Waalse kerk. Maar ik ben vandaag de hele stad door geweest en het lijkt wel of de hele stad het 20-jarig jubileum van het Urban Museum viert. Oké, het is op Koningsdag. En de koning wordt vandaag 50 jaar, maar dat is natuurlijk niks vergeleken bij Jeremy Banks die vorig jaar 70 werd. Het is ook fijn om hier te zijn, omdat er, tenminste dat mag ik hopen, hier tenminste nog een beetje aardige muziek gemaakt wordt. Zeker omdat Armin van Buuren vandaag niet optreedt en dan moet hij natuurlijk toch ergens heen, dat begrijp je wel. Daarnaast leek het me ook wel een goed idee om hier alvast een beetje aandacht te vragen voor een volgend jubileum. Een jubileum waar Jeremy Banks alles van weet, het Pilgrims Year 2020. Dan vieren we dat het precies 400 jaar geleden is dat de Pilgrims uit Leiden in Plymouth in Engeland aan boord gingen van de Mayflower. Om na 2 maanden te arriveren in wat we nu Plymouth, Massachusetts noemen, aan de noordoostkust van de Verenigde Staten. Dames en heren, Jeremy Banks werd geboren 20 januari 1946 in de Verenigde Staten, in Astoria in Oregon, om precies te zijn. Dat ligt overigens helemaal in het noordwesten van de Verenigde Staten. Het is zo'n 5000 kilometer van de plek waar de Pilgrim Fathers in 1620 aankwamen. Sterker nog, 2 plekken die verder uit elkaar liggen in de Verenigde Staten kun je bijna niet vinden. Jeremy ging studeren in Chicago en kwam vervolgens naar Leiden waar hij kunstgeschiedenis studeerde. In 1971 heeft hij nog even als studentassistent samengewerkt bij de befaamde Leidse hoogleraar Van der Waal. Hij ging in 1972 werken voor de Nederlandse organisatie voor zuiver wetenschappelijk onderzoek. En toen was het onderzoek nog zuiver, dames en heren. Tegenwoordig heet het dan slechts Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek en wordt alom aan de zuiverheid getwijfeld. Jeremy werd vervolgens wetenschappelijk assistent bij het Prentenkabinet en het Kunsthistorisch Instituut van de Universiteit. In 1976 promoveerde hij op het proefschrift Documentary Study on Art and Crafts in Leiden during the 15th and 16th century. In deze tijd besteedde hij ook nogal wat aandacht aan de Leidse kunstschilder Cornelis Engelbrechts, de leermeester van Lucas van Leiden. Toch ben ik dan wel even zeggen, ik vind dat die 2 paneeltjes van Engelbrechts die in Brussel in het depot liggen, die mogen naar Leiden. Dames en heren, in 1980 ging Jeremy aan de slag als historicus bij het Leidsarchief. Daar werd hem voor het eerst door bezoekende Amerikanen gevraagd naar de Pilgrims en hun verblijf in Leiden. Dat was logisch natuurlijk, want hij was een slotverrekening Amerikaan en hij werkte daar. Het was voor Jeremy op dat moment een nieuw onderwerp, maar hij raakte erdoor gefascineerd en geïnspireerd. Hij deed onderzoek en constateerde dat de periode dat de Pilgrims hier verbleven tussen 1609 en 1620 een belangrijk moment was in de geschiedenis van de stad Leiden. Godsdienst, tolerantie en de opvang van vluchtelingen kwamen hier samen. In 1620 vertrokken de Pilgrims naar Amerika. En zij namen opmerkelijk veel Nederlandse en Leidse regelgeving en tradities mee. De democratische verkiezing van hun stedelijk bestuur was naar voorbeeld van de Leidse buurtschappen georganiseerd. En zo heeft Jeremy Banks mij althans geleerd.
Ik vind het een prachtverhaal en ik vertel het zo vaak als ik kan. Zeker als je de proclamaties van George Washington en Abraham Lincoln over Thanksgiving Day erbij haalt, want die zijn allebei op 3 oktober uitgevaardigd. Weet je dat ook nog? De Pilgrimvaders worden allemaal beschouwd als de founding fathers van de Verenigde Staten. Jeremy Banks is men in de loop der tijd terecht steeds meer gaan zien als dé autoriteit op dit gebied. Zijn publicaties over de Pilgrims en hun tijd zijn vaak zeer gedetailleerd en mede daardoor indrukwekkend. Dat was in het begin nog wel eens anders. Op verzoek van zijn collega's bij het Leidsarchief, dat was in het begin toen hij er nog niet zoveel van wist, dat weet u net gezegd, richtte hij in het Leidsarchief een bezoekerscentrum. Dat werd toen nog afgedaan met een grap. Dan kun jij de Amerikaanse bezoekers ontvangen, want dat is zo'n druk volkje. Het kost je maar een kwartiertje en er is al jarenlang toch niks nieuws over dit onderwerp te melden. Museum Plymouth Plantation in Plymouth, Massachusetts. Het museum heeft heel nauw gezet een indruk van het leven in de Plymouth Colony, zoals die in de 17e eeuw door de Pilgrimvaders gesticht werd. Hierna was Jeremy enkele jaren directeur van het Pilgrim Hall Museum. Volgens eigen zeggen, the nation's oldest continuously operating public museum. Heel mooi. Maar in 1997 kwam Jeremy terug naar Leiden. Het bezoekerscentrum in het Leidsarchief was inmiddels opgeheven vanwege de nieuwbouw. Jeremy zocht een nieuwe plek om de kennis van de pilgrims te delen. Hij had inmiddels kennis gemaakt met de eigenaren van Beschuitsteeg 9. Die al daar bezig waren met dat aanvankelijk zeer verkrotte pand, stapje voor stapje heel authentiek te restaureren, terug te brengen naar de toestand van de 16e, 17e eeuw. Je hoort de gelegenheid krijgen om dat pand dus helemaal te mogen bekijken, dames en heren. Het is echt fantastisch, echt heel erg leuk. Toen zij hoorden over het idee om een pilgrimsmuseum in Leiden te stichten, twijfelden ze geen moment om de begane grond van hun pand beschikbaar te stellen. Sinds de feestelijke openstelling van het Pilgrimmuseum Leiden in 1997 hoort men in de Beschuitsteeg bezoekers uit de Verenigde Staten, Japan, Groot-Brittannië, Noorwegen, Canada, Duitsland, Australië, België, Mexico, Griekenland, Portugal, Frankrijk, Ierland, Singapore. Ja, dames en heren, ook uit Leiden zelf. Tientallen gastenboeken staan er vol mee. Kleine museum ruikt het soms naar turf. Soms wordt er muziek gecomponeerd en er zijn veel prenten te zien en boeken te raadplegen. Een museum waarbij je op alle vragen over de collectie of over de historie direct antwoord krijgt van de directeur zelf. Het is handig dat Jeremy de bovenburen goed kent. En regelmatig hebben zij op verzoek van hem ook bezoekers toegang verschaft tot het museum. Maar het ging ook wel eens mis. Bijvoorbeeld toen zij het huis zodanig degelijk hadden afgesloten dat de museumdirecteur met zijn gasten niet naar binnen kon. De mobiele telefoon bracht uitkomst. Er werd gezamenlijk een inbraakroute bedacht en na een klimpartij van uren en dagen kon de deur uiteindelijk van binnenuit worden geopend. Een grote hilariteit. Jeremy Banks verzamelde ook unieke kennis van de verschillende beroepen in het laat-middeleeuwse Leiden. Architectuur, ambachten en de beeldende kunst. En van internationaal onderzoeker tot toeristen uit alle denkbare landen. Met veel inzet ontdekte je uniek materiaal en verrijkte je de geschiedenis van Leiden met een stevige internationale component. Je hebt daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de bekendheid van de stad Leiden in de Verenigde Staten en daarbuiten. En daar kunnen we zelfs als heel Nederland van profiteren. Dit jaar bestaat het Pilgrim Museum 20 jaar. En dat is een felicitatie waard. En een cadeau natuurlijk. En omdat de koning vandaag ook een jubileum viert, een cadeau met een oranje stuk. Zijn majesteit, koning Willem-Alexander, heeft namelijk besloten om jou, Jeremy Banks, de koninklijke staat, van 23 maart 2017 te
benoemen tot ridder in de orde van Oranje. Het is een avontuur, want er worden twee koren samengevoegd.